al wil ze vanavond al met mijn lieve zusje klein blij zal ze zijn. Leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. We beginnen zo met recycles in speelgoed Sinterklaas Ruilbeurs. Alle spullen die over zijn, doneren we aan Geven Dort. Zodat jullie ook weten dat alles een goed doel heeft wat zeg maar niet geruild wordt. Dus we halen de tafel weg en dan laat de Ruilbeurs beginnen. Dus nog even een uitlegmomentje of ik denk niet dat ik het mee heeft gekregen. Je hebt waardebonnen in je hand. Daar staat 1, 2, heel misschien 4 of 6 op. Achter de tafels en de kraampjes zie je nu op de muur de corresponderende nummers hangen. Dat is de waarde van de spullen die op de tafels liggen. Dus je kan daar afrekenen met de mensen die achter de tafels of de kraampjes staan en met je bonnen. Natasja. Ik ben Carina van Est en ik ben medewerker van de Spelotheek. Mooi. Vanavond iets bijzonders, althans voor mij is het heel bijzonder. Wat ja, wij, vanavond was de Recycle Sint en dit doen we voor de tweede keer. Vorig jaar hebben we het voor het eerst uitgeprobeerd en dat was zo'n groot succes. Dat dachten we, nou dat gaan we gewoon elk jaar doen. Mensen kunnen speelgoed inleveren, daar krijgen ze waardebonnen voor. En als alles uitgestald is, kunnen ze de waardebonnen gaan inwisselen voor nieuw speelgoed. En alles wat overblijft, dat doneren we elk jaar aan een goed doel. Vorig jaar was dat de goedzak van Albert Heijn. En dit jaar is het Geven Dort. Zij hebben een speciaal kerstfestijn voor kinderen van de minima. En die eigenlijk niks hebben. En daar maken ze een heel mooi kerstfeest van. En zo krijgen ze toch allemaal speelgoed of boeken. Hoe zijn jullie ertoe gekomen? Bianca, mijn collega, die kwam het tegen een actie door degene die het eigenlijk voor het eerst op touw heeft gezet. En die vond het zo'n geweldig idee. En dat was in Dordt was het nog nergens bekend. Dus zij heeft het toen geïntroduceerd in Dordrecht. En nou, zoals het er nu naar uitziet, gaan we het gewoon elk jaar weer doen. Volgend jaar nog groter? Dat hopen we wel, ja. En het hoort ook in deze tijd thuis, hè? Niks weggooien, gewoon andere mensen weer de plezier mee geven. Ja. Nou, daarom is het ook alles wat overblijft gooien we niet weg, maar dat wordt, daar zoeken we elke keer weer een goed doel voor, zodat het gedoneerd kan worden en dat je er alsnog andere mensen blij mee kan maken. Voor mij was het een lust om te zien en de mensen waren super gezellig. Ja, nou, we vonden het ook echt een feestje. Oké, dankjewel.